Ik sta hier in mijn studio. Het is 11:45, dus best wel laat. En ik heb gewoon zin om een interview te houden, alleen er is niemand meer hier. Ik bedoel, de buren zijn weg. Dus ik heb besloten om een eerste interview met mezelf te gaan doen. En misschien pik je er nog iets uit. Dus Ted, kom je er even bij? Ja, dank je. Hele eer om in jouw studio te mogen zijn. Gezellig, zo laat. Wat ik me afvraag, Ted, en dat vragen veel kijkers zich ook af. Wat is nou de camera die je moet hebben om op een goede manier met videomarketing aan te gaan? Dat is wel een beetje een lastige vraag, want bij camera's... Ja, welke gebruik jij dan? Ben jij nu ik of ik? Ben jij ik? Verwarrend. Maar misschien kun je dan wat tips geven waar mensen op moeten letten als ze een nieuwe camera willen kopen. Oké, waar moet je op letten, zeg maar? Ja. Ik zou in eerste instantie afvragen, waar wil je hem vooral voor gebruiken als je een nieuwe koopt? Wat mag hij kosten, je budget? Dat kan ik heel moeilijk voor je bepalen, maar vooral ook de grootte. Moet hij compact zijn, moet hij vaak mee? Dus kijk naar die drie elementen als je een keuze wil maken in dat enorme aanbod dat er is. Je kunt dus niet zeggen, koop een Hashimoto CRX 238... TDI 16 klepper of camera. Je zou eens kunnen kijken naar een camcorder van Sony, een CX, de HDR CX 570. En waarom? Die heeft een kleine ingang, een mini jack ingang, en dan kun je een externe microfoon op aansluiten. En dat zijn dingen waar ik wel op zou letten. Lijkt mij wel heel belangrijk. Dus die Sony HDR CX 570. Nou, Ted, helemaal super. Echt, dankjewel voor het interview. Ik vind het nu al geslaagd. Dit was het al. Ik wil je graag nog een andere keer uitnodigen voor vervolg. Tenzij je zegt het hoeft van mij niet meer. Sterke vragen, goed interview. Okay. Ja. Tot ziens. Bye.